Haarlem kan José vandaag eindelijk haar verhaal doen over de dramatische ooglaserbehandeling die haar leven voorgoed veranderde. José heeft lang uitgekeken naar deze dag. Het is natuurlijk ontzettend spannend en je hoopt dat er eindelijk eens gerechtigheid komt. Hè? Na 4 jaar, dat er eindelijk eens een rechter is die zegt, ja meneer Kloes, u bent fout geweest. In 2007 besluit José om haar ogen te laten laseren bij de kliniek van Onno Kloes. Tijdens de ingreep, die, zo bleek later, werd uitgevoerd door een medewerker die geen oogarts was, gingen er verschillende dingen mis. Eigenlijk de hele behandeling is niet goed geweest, want er was helemaal geen arts bij. Meneer Onno Kloes heeft in jullie uitzending in juli glashard gezegd, er was altijd een arts bij. Maar dat was absoluut niet zo. De gevolgen voor José waren groot. Haar oog was beschadigd en ze moest zelfs een hoornvliestransplantatie ondergaan. Het zicht is nog steeds 30%. Dus ja, echt een verbetering is er niet. Ik zie de hele dag dubbel. Daar word je echt heel erg moe van. Ik heb in huis heel vaak het licht aan, omdat ik gewoon dingen niet goed zie. Samen met haar advocaat probeert José nu al jaren een schadevergoeding te krijgen. Tot nu toe zonder succes. Nu gaat de rechter een oordeel vellen. Nou, ten eerste wil ik duidelijk maken wat voor impact zo'n fout in je dagelijks leven heeft. Er ligt een deskundigenrapport van een deskundige die meneer Deutman heet. Die heeft duidelijk aangegeven dat er niet is geopereerd door iemand die daartoe bevoegd was. En dat ook protocollen zijn geschonden. José is niet de enige patiënt van Kloes Eye Clinic waarbij het laseren misging. Bij de zitting vanmiddag zijn ook verschillende andere slachtoffers aanwezig. Om elkaar te steunen. Dat kunnen we best wel gebruiken. Het is niet niks wat er allemaal gebeurt. Haar zicht krijgt José nooit meer terug, maar ze hoopt wel dat ze erkenning krijgt. Ik hoop dat gewoon nu letterlijk en duidelijk wordt gezegd, Kloes is aansprakelijk. En ten tweede hoop ik natuurlijk dat er toch wel een schadevergoeding aankomt. Omdat ik in de toekomst gewoon meerdere operaties nog nodig heb. En met het zorgstelsel in Nederland weet je gewoon niet of dat nog vergoed wordt over een aantal jaren. De rechter besluit binnen 6 weken of er direct een uitspraak wordt gedaan of dat José een bodemprocedure moet beginnen.